hockeyers uit de hoofdklasse dames en de tulp hoofdklasse heren horen bij de groep topsporters die onder de uitzonderingsregel van het kabinet vallen. Dat betekent dat zij gewoon mogen hockeyen. De hoogste hockeycompetitie wordt daarom op 31 januari weer hervat en tot die tijd bereidt de hoofdklasse zich voor. Daar zijn natuurlijk wat regels aan verbonden. Zo dienen spelers zich minimaal één keer per week te laten testen op het coronavirus. De Hockeybond verplicht de ploegen zich te laten testen op de wedstrijddag. Een speler komt zo'n 2 uur voor aanvang van de wedstrijd aan op de eigen club. Daar wordt een antigeentest, anders dan een PCR-test, uitgevoerd. Via een wattenstaafje in de neusholte wordt getest op het virus. Maar wat gebeurt er nu met het wattenstaafje? Die wordt na de test direct in een bufferoplossing gedaan. Die oplossing komt in een testapparaatje. Daar staan de letters C en T op. De C staat voor controle. Als bij die letter een streepje verschijnt, is de test goed uitgevoerd. Verschijnt er vervolgens bij de letter T ook een streepje, dan is de test positief. Alleen bij 2 streepjes ben je dus positief getest. De uitslagen worden doorgestuurd naar de bond, terwijl de spelersgroep binnen een kwartier weet of ze negatief of positief getest zijn. Bij Oranje-Rood is nog geen positieve test verschenen. Een speler die enkel verplichtingen heeft bij de eigen club, is in Eindhoven inmiddels al zo'n 10 keer getest. Pirmin Blaak spant daar de kroon. De keeper van Oranje heeft zich inmiddels al 50 keer laten testen.